De maritieme autoriteiten in het Caribisch gebied werken aan een beleid om de sector beter tot uiting te brengen. Dit haalde minister Albert Jubitana gisteravond aan bij de opening van een tweedaagse regionale workshop voor directeuren en hoofden van maritieme administraties. De bewindsman benadrukte dat tijdens de workshop ook wordt besproken hoe deze organisaties de netwerken en de mogelijkheden in de regio kunnen benutten. De bewindsman hoopt dat de vertegenwoordigers van diverse Caribische landen kennis over de maritieme sector met elkaar kunnen delen tijdens deze workshop. Hoe die verder te ontwikkelen, hoe ze elkaar kunnen versterken, waar ze elkaar kunnen versterken. En ja, we hebben de pandemie gehad, misschien nog niet helemaal over, maar we zien hoe belangrijk de maritieme sector is geweest gedurende de pandemie. Dat heel veel verscheept moest worden. Luchtvaart was helemaal lamgelegd. Met uitzondering van cargo. Maar je ziet dus dat de maritieme sector nog alles in principe op de been heeft kunnen houden. Zodat we producten in en uit konden zeg maar, importeren en exporteren. Dus je ziet al met al heel belangrijk. Het lijkt veelal alsof wanneer we praten over maritiem. Dat het slechts gaat over misschien loodsen van boten, maar het omvat veel meer. Je moet je wateren kennen, je dieptes. We zijn nu bezig met het baggerproject. We gaan nu richting 5,5 meter. Ook daarin moeten we de samenleving informatie gaan verschaffen. Maar dan heb je ook de juiste informatie nodig van de technische mensen. Michel Amavo, directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname, legt uit dat dit een jaarlijks terugkerend evenement is, waarbij ook de internationale maritieme organisatie erbij is om de nieuwe ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Deze maritieme meeting moet een onderdeel worden van de CARICOM. Dus dat is eigenlijk een van ons streven. CARICOM heeft ook een presentatie op deze meeting waarbij ze zullen rapporteren over de vorderingen die zijn gemaakt in dat proces, zodat we een platform zullen hebben als directeuren van maritieme administraties, dat de maritieme zaken die we bespreken, dat ze onderdeel worden van de politieke agenda van CARICOM. Want dat is op dit moment nog niet het geval. Na onze vergaderingen, dan moeten we een resolutie sturen naar de verschillende ministers. En die zouden dan moeten doorgeleiden. Maar waar we naartoe willen gaan als directeuren, is dat wij onderdelen worden van die politieke agenda van CARICOM. En dat is een heel belangrijk onderwerp. We zijn al jaren ermee bezig, maar langzamerhand komen we daar. Het werk van de maritieme organisaties is om erop toe te zien dat de veiligheid van schepen in het Caribisch gebied niet in gedrang komt. Dit is de derde keer dat deze regionale meeting van maritieme autoriteiten in Suriname wordt georganiseerd.